Vandaag is de dag van de ondernemers. En ze verdienen echt onze steun, want in deze COVID-tijd hebben ze het extra moeilijk. En ik wil u bijzondere aandacht vragen voor de vrouwelijke onderneemsters. Er zijn er gelukkig meer en meer. Elk jaar zijn er meer. Maar naast aandacht voor het aantal vrouwelijke ondernemers, moet het beleid ook aandacht hebben voor de duurzaamheid van hun ondernemingen. En hen de doorgroeikansen van hun zaak versterken. Daarnaast moeten we attent zijn voor een toegang tot kapitaal. Blijkt uit onderzoek dat vrouwelijke ondernemers nog altijd meer drempel hebben om leningen te vinden, om bij de banken terecht te kunnen. Deze drempels moeten worden weggenomen. Ten derde, van groot belang zijn ook de netwerken van vrouwelijke ondernemsters. Zoals Markant, zoals de Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders. Zo'n netwerken maken dat ze minder alleen zijn, kunnen uitwisselen, kunnen leren van elkaar, toegang tot informatie hebben en sterker in hun zaak staan. En tenslotte, ook de ondernemers en de vrouwelijke ondernemers hebben recht op een goed evenwicht tussen privéleven en de job. En dit geldt voor de dames, maar ook voor hun partners, voor de echtgenoten. We moeten hen ondersteunen om hun gezinstaken, hun familietaken op een volledige manier te kunnen opnemen. En dat veronderstelt ook meer kinderopvang, flexibele kinderopvang. Op die manier geven we een echte steun aan onze vrouwelijke onderneemsters.